Hey, het is mijn makker Pluto. Zeg maar hallo Pluto. Hallo Mickey. Hoi Govi. Leuke hoed. Ja, het is een safari hoed. Want ik ga zo ver hier vandaan. Ja. Haha. Hey, zou jij op mijn poesje willen letten als ik weg ben? Ja, natuurlijk. Geen probleem. Geweldig. Alsjeblieft. Ja. Hij heet meneer Pettyboom. Ja. Oh, bedankt. Je bent een echte vriend. Veel plezier, makkertje. Tot kijk. Jongen, bijna vergeten. Meneer Pettyboom eet alleen grote rode vissen. Nou, tot kijk dan. Ah, schattig, hè? Zijn, hè? Meneer Pettyboom is onze vriend. Bovendien is hij kleiner dan jij. Ja. Oh, volgens mij heeft meneer Pettyboom honger. Oh, de doos is leeg. Al die rode vissen zijn er zeker onderweg hier naartoe uitgevallen. Ja. Ja. Oh, nee. We moeten wat rode vissen zien te vinden voor meneer Pettyboom. En snel ook! Wil jij ons helpen om lekkere rode vissen te zoeken voor meneer Pettyboom? Geweldig! Kom op jongens, dan pakken we onze muisdoedingen uit de muisdenkdinges. Muis, hoi, muis, hoi, muis, hoi! Een verrekijker. Een paar peddels. En het nog onbekende muisdoeding. Dat is een verrassingsding dat ons later te pas komt. Kijk, daar heb je Toedels. Hallo, Toedels. Oh, jongen, hé daar. Toedels brengt ons de muisdoeding als we ze nodig hebben. Jippie! We hebben onze muisdoedingen. Nu kunnen we de grote rode vissen gaan zoeken voor meneer Pettyboom. Ja! Ja! Zouden we nu toch van die grote rode vissen kunnen vinden? Hé, hey, hallo Mickey! Hoho. Hallo professor Von Drakenstein! Hoorde ik je nou zo even zeggen dat je op zoek bent naar van die grote rode vissen? Inderdaad! Oh, jongen! Die rode vissen zijn heel erg, heel erg, heel erg zeldzaam. En dan bedoel ik echt zeldzaam. Je kan ze alleen vinden in het Sterrenmeer. Het Sterrenmeer, hè? Zeker weten. Oké, succes. Ik wil best helpen, maar ik werk aan mijn nieuwste uitvinding. Tjonge! De Von Drakenstein automatische rugzakraket. Nou, tot kijk. Bedankt, professor. Graag gedaan. Miauw, 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 miauw. Meneer Pettyboom heeft echt heel, heel erg honger. We moeten op zoek naar dat Sterrenmeer. En snel. Naar de auto allemaal. Kom mee. Sterrenmeer, we komen eraan. Hier moet ik geloof ik nog even aan werken. Ja.
is een meer. Wat voor vorm heeft het? Een ster. Ja. We zijn nu bij het Stermeer. Kijk nou. Ik zie daar iets op het water. Gele rubber eendjes. Maar zie jij ook een grote rode vis? Ja. Nee. We staan vast te ver van het water om de rode vissen te kunnen zien. Zouden we een muisdoeding hebben om mee dichterbij te kunnen zien? We roepen met z'n allen. Hé, hey, toedels! Een vishengel. Een verrekijker. Een paar peddels. Of het nog onbekende muisdoeding. Wat kunnen we gebruiken om dichterbij te kunnen zien? De verrekijker. Heel goed. De oren zeggen ja. Hoera! Goed. Maak een verrekijker van je handen. En zoek mee naar die grote rode vis. Zijn dat grote rode vissen? Oeps, het zijn grote vissen, maar ze zijn niet rood. Ze zijn geel. We blijven zoeken. Zijn dat de vissen die we zoeken? Oeps, de grote vissen zijn groen. We blijven zoeken. Zijn dat dan de vissen die we zoeken? Ja, daar zijn ze. De grote rode vissen. Welk nummer heeft de eend waar ze onder zwemmen? Dat is eend nummer 5. Precies. Ha, goed gezocht allemaal. Goed, nu moeten we nog bij eend 5 zien te komen. Zie jij iets wat we kunnen gebruiken om mee op het meer te komen? Een boot. Juist. Kom mee, dan gaan we. Wie is daar? Ja. Oh, ha, die Boris. Hoe gaat het ermee? Oh, het ging geweldig, Mickey. Totdat iemand me wakker maakte. Huh. Oh, neem me niet kwalijk. Maar wij willen graag een roeiboot, Boris. Een roeiboot, hè? Ja, want wij gaan vissen. Vissen, hè? En ga je hondje en poesje mee? Ho, wat leuk. Maar dat gaat wat kosten. Dat zijn dan 6 munten voor jou, 4 munten voor de hond en 2 voor het kleine poesje. 12 munten bij elkaar. Heb je wel genoeg? Laten we maar eens tellen. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 munten bij elkaar. Oeh, dat zijn best veel munten voor mij. Het is een lekker huurtje, maar enkel voor een uurtje. Als de tijd voorbij is en je hoort een bel... Dan vaart de boot weer terug. Bedankt, Boris. Dat moet genoeg tijd zijn om een grote rode vis te vangen. Reken daar maar niet op, maatje. We rekenen er wel op, want wij zijn heel goed in rekenen. Ja. Kom op, jongens, we gaan. Ja.
Nou, schiet op, ga je boot pakken. Maar doe zachtjes. Want ik doe een schoonheidsslaapje. Oké, allemaal. Dan sluipen we nu naar de boot. Je moet gaan staan om te sluipen. Kom op, overeind. Mooi. Kom, en sluip maar mee. En sluip, en sluip, en sluip. 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 Heel goed. We hebben de boot gehaald. Goed geslopen allemaal. Oeps. We moeten iets hebben om mee te roeien. We hebben een muisdoetding nodig. We fluisteren met z'n allen. Hey, Toedels. Een vishengel, een paar peddels of het nog onbekende muisdoeding. Kunnen we een paar peddels gebruiken om mee te roeien? Mooi! De oren fluisteren ja. Hoera! Nu zijn we er klaar voor. Help jij ons roeien naar het midden van het meer? Fijn! Steek je handen voor je uit en roei! 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 Goed geroeid allemaal. De grote rode vissen zijn bij eendje nummer 5. Dus moeten we eerst op zoek naar eendje nummer 1 tot 4. Oké, waar is eendje nummer 1? Juist, daar is hij. Welk eendje komt er na eendje nummer 1? Eendje nummer 2. Ja! Welk eendje komt er na eendje nummer 2? Daar is hij! Eendje nummer 3. Welk eendje komt er nu? Ja! Eendje nummer 4. Oh, en daar is hij dan! Welk eendje komt er nu? Heel goed! Eendje nummer 5. En daar zouden de grote rode vissen moeten zitten. Wauw, jij kan echt goed tellen. Boris, moet je geen middagdutje doen? Dat is niet belangrijk. Je tijd is bijna om. Oh, de tijd vliegt echt om. Zie je? Ik zou maar opschieten, jongens. Wow. Oh nee, meneer Pettyboon krijgt nu echt honger. We moeten snel een vis vangen. Maar we hebben een muisdoeding nodig. We roepen met z'n allen. Hey, Toedels! Haha, daar is hij al. Een vishengel? Of het nog onbekende muisdoeding? Waar kunnen we nou die grote rode vis mee vangen? De vishengel! Juist! De oren zeggen ja! Hoera! Met onze handige vishengel kunnen we alles vangen. Meneer Pettyboon eet alleen hele grote rode vissen. Miauw, miauw, miauw. Meneer Pettyboon heeft echt ontzettende honger. Dus laten we de allergrootste rode vis vangen. Welke vis is de grootste?
Zie jij een hele grote rode vis? Ja, daar is hij. Dat is de grootste rode vis van allemaal. Goed, help me hem binnen te halen. Draai samen met mij aan de hendel. Draai, draai, draai. Draai, draai, draai. Draai, draai, draai. Oh, het werkt! Woe, we hebben hem! We hebben de grootste rode vis van allemaal! Ja! Tjonge, bedankt allemaal. Jullie zijn echt sterk. De tijd is bijna op. Ding nodig om de grote rode vis te vangen. Oh, hij stuit het overal heen. Roep maar allemaal. Hey, Toedels! Kijk, we hebben bijna al onze muisdoedingen gebruikt. Oh, spannend. Dan is het nu dus tijd voor het nog onbekende muisdoeding. Roep allemaal maar, onbekend muisdoeding. Wat is het onbekende muisdoeding van vandaag? Een honkbalhandschoen. Ja, met die honkbalhandschoen kunnen we de vis vangen. Hé, hey, we hebben al onze muisdoedingen gebruikt. Dus een super hoera! Wow, help maar om die vis te vangen. Steek je handen hoog in de lucht. Heel hoog. Hoger. Op je allerhoogst. Doe dat. Vang de vis. Vang hem. Geweldig. We hebben samen de allergrootste rode vis gevangen. Goed gedaan allemaal. Miauw, 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 miauw. Nu kunnen we meneer Pettyboon voeren. Poes, poes, poes. Huh? Hier is de grootste rode vis van allemaal. Helemaal voor jou. Miauw, miauw. Hier, hou de lekkere grote rode vis maar voor meneer Pettyboon en laat hem in zijn pootjes vallen. Meneer Pettyboon eten gegeven. Ah, wat ziet hij er tevreden uit. Fijn dat je hebt geholpen om Goofies Poes te voeren. Sorry, maar de tijd is om. Iedereen nu uit het water. Boris, alles goed met je? Huh? Oh ja hoor, ik moest toch nodig in bad. Haha, kom mee allemaal. We gaan terug naar het clubhuis. Help ons maar roeien. Roei, roei, roei. Roei, roei, roei. Ook weer lekker schoon. Gebruikt om de grote rode vis te vinden. Ja, ja, jongen. Daarna hebben we twee peddels gebruikt om mee te roeien. Ho, ho, ho.
We hebben de handige hengel gebruikt om de grote rode vis mee te vangen. En we hebben de honkbalhandschoen gebruikt om de stuiterende vis mee te pakken. Het was een echte jippiedag. Yippie, 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 y